We zijn in Sint-Willibrord voor de 42e editie van de Dorpenomloop van Rukve. Het is de eerste wedstrijd in de Holland Cup en dat is een nieuwe Nederlandse competitie bestaande uit 6 wedstrijden door het hele land. Vandaag is het dus de beurt aan de Dorpenomloop van Rukve. Om 12 uur werd er gestart voor 3 grote rondes van 57 kilometer en een slotronde van 22 kilometer. Sportwethouder René Lazerooms lost het startschot en zo gingen 147 renners op weg. Abe Seli was de eerste aanvaller van de dag en al snel kreeg hij Gert-Jan Bosman met zich mee. Met z'n tweeën probeerden ze voor het peloton te rijden, maar na een uur werden ze weer teruggepakt. Dan een nieuwe groep met daarin Mikkel Bjerg en die vindt het niet hard genoeg gaan en hij vertrekt. Hij probeert alleen weg te komen. Niet veel later krijgt hij de oude Belg David Bouget met zich mee. Daarna komt er nog een Belg, Rune Herregods. En dat is voor David Bouget het teken om zijn benen stil te houden. Hij laat zich terugzakken in het peloton. In het peloton is het aan de mannen van Riewal, maar ook Maarten van Trijp, de winnaar van vorig jaar, probeert het gat te dichten. Ondertussen blijft de voorsprong 1,5 minuut, maar let Maarten van Trijp niet op en rijdt zo de berm in. Ondertussen is het afzien geblazen voor de twee jonge gasten voorop. De twee mannen van 19 jaar die lijken op weg naar de overwinning als de achterstand nog 45 seconden is. Dan gaat het snel. De achterstand is 20 seconden en het peloton ziet het. De mannen van Ropel proberen te rijden, maar geven van kop af. De mannen van Destil Parkertel moeten het overnemen, maar ook zij krijgen het gat niet dicht. In de dorpsstraat van Sint-Willibrord is het dan een grote sprint tussen de twee. De man van Lotto Soudal probeert het gat aan en denkt er voor de overwinning te gaan. Maar dan op het laatste moment is het de Deen Mikkel Bjerg die er nog overheen gaat. Een sprint der stervende zwanen. Maar de 19-jarige Deen gaat er met de winst vandoor. Derde wordt Maarten van Trijp. Die weet in de sprint van het peloton nog Wouter Wipper te kloppen. Blijdschap bij de man uit Denemarken. Hij wint de eerste koers van het seizoen. Hier zien we nog een keer de sprint, hoe Bjerg tot op het eind blijft sprinten. En zo de jonge Belg Herregods kan voorbij gaan en winnen in de dorpsstraat in Sint-Willibrord. It's your first race of the season. Was it a surprise for you that you could take this win? Yeah, for sure. Like the last 50k. No, it's like after 100k we were almost caught. And I thought, fuck, I just go full gas now and hopefully I'll be able to help the team in the end. And then with like 20k to go, I was like, okay, if we work really well together, and the guy from Lotto and me, we worked really well. And in the end, I just went full gas because I've worked a lot on my sprint this winter. And I knew I had a strong card in the end. Mikkel Bjerg, de eerste winnaar van de wedstrijd in de Holland Cup. Tweede werd de Belg Rune Herregods en derde dus Maarten van Trijp. Een prachtig podium voor de 42e editie van de Dorpenomloop van Rukve. Bjerg wint ook de prijs voor de strijdlust en mag de trui van de Holland Cup aantrekken.